It is now my pleasure to welcome Father Robert Maloney. Father Robert Maloney is a former Superior General of the Congregation of the Mission. Het is nu mijn plezier om Father Maloney te introduceren. Hij woont op het ogenblik in Philadelphia in de Verenigde Staten. En hij is de algemene beleider van DREAM, een gecoördineerd project van de Dochters van Liefde en de gemeenschap van Sant'Egidio. Om het HIV tegen te werken in Afrika. Hij is een hele prolifieke schrijver en hij heeft 9 boeken geschreven. 2 daarvan zijn New Century Dawn en Mystique of Charity. De liefde in het hart van Vincent de Paul. Bob heeft ook geholpen met het samenwerken aan de Seeds of Hope, Stories of Systemic Change, het zaad van hoop, geschiedenissen van systemische veranderingen. Bob, I look forward to your talk and to hearing more. Dat ik meer zal horen over de wortels, de originele van de Vincenti-familie. Well, thank you for this wonderful opportunity. Dank u voor deze gelegenheid. Het is goed to be here te zijn met zoveel van de begeleiders van de Vincentiaanse familie. Ik ben heel gelukkig dat je samengekomen bent voor deze dagen. En ik ben gelukkig en ik ben geïnspireerd om te klappen en uw insights te leren. Ik heb een PowerPoint-presentatie die we nu kunnen lanceren. Sint Vincent was heel wijs. In de 17e eeuw in dat tijdperk waar wijze mensen en vrouwen in overvloed aanwezig waren, beschouwden zijn tijdgenoten hem als de meest wijze persoon in zijn tijd. Talloze mensen kwamen naar hem toe of schreven hem om advies. Koningin Anne koos hem als lid van de gewetensraad die de regering adviseerde over religieuze zaken en bisschoppelijke benoemingen. Vincentius' conferences, zijn brieven en de verslagen van zijn raadsvergaringen leveren treffend bewijs van zijn diepe menselijke gevoeligheid. Zijn onderzoek naar opties en, om een zin van Paus Franciscus te gebruiken, zijn gedurfde voorzichtigheid. Misschien zien we vooral deze gedurfde voorzichtigheid in de oprichting van een familie dat in die tijd als revolutionair werd beschouwd. Het omarmde lekenvrouwen en mannen, priesters, broers en zusters, jong en oud, goed opgeleid en analfabeet, rijk en arm. Vincent beschouwde 1617 altijd als de datum waarop alles begon. Vanaf het begin zag hij zijn zeer gevarieerde familie als een samenwerkingsverband.
Vincent durfde proberen wat anderen hadden geprobeerd, maar faalden. Met opmerkelijke creativiteit, toen zijn nieuwe behoeften voordeden, richtte hij de Broederschappen van Liefde, de Congregatie van de Missie, de Dochters van Liefde en de Dames van Liefde op. Hij schreef statuten en regels voor het structureren van deze groepen en vanaf 1617 gaf hij zelf, met de hulp van vele anderen, vooral Louise de Marillac, voortdurende vorming. De Dochters van Liefde en de vele gemeenschappen die daaruit voortkwamen, waren absoluut revolutionair in de kerk. Voor het eerst in de geschiedenis verhuisden zusters in kloosters naar de straten van Parijs. En naar hospitalen en scholen. Dit was absoluut revolutionair in de tijd van Vincent. Hij drong er bij de Broederschappen van Liefde op aan om aan een nauwe samen te werken met de zusters en met de Vincentiaanse priesters en broeders. Hij spoorde de priesters en broeders aan nauw met de dochters samen te werken. Hij drong er bij de Dames van Liefde aan op alle grondslagen te ondersteunen. En hij spoorde de zusters, de priesters en broeders en de broederschappen aan om in nauwe samenwerking met de dames te werken. In een conferentie op de 13 december 1658 gebruikte hij een charmant beeld om het belang van de harmonieuze samenwerking te benadrukken. Iemand die het orgel speelt, speelt niet alleen. Hij wordt geholpen door een andere persoon die de balg bewerkt. Toegegeven, de tweede persoon speelt niet echt. Het is de meester die speelt. Maar door de blaasbalg te blazen, draagt de tweede persoon bij aan de harmonie. Zonder dat zou de muzikant te vergeef zijn vingers bewegen en niets doen. De leden van de Vincentiaanse familie leven hun charisma's niet als geïsoleerde helden, eenzame zwervers om zo te zeggen, maar als broers en zussen die hun gemeenschappelijke energie, hun gemeenschappelijke liefde, hun gemeenschappelijk gebed en hun gemeenschappelijke creativiteit nieten. Voor hen was het samenwerking vanaf het begin. Laat me u een voorbeeld geven van de buitengewone samenwerking van de familie in Sint Vincentius' tijd, in het leven van Vincent en Louise de Marillac. Vanaf 1639 begon Sint Vincentius met het organiseren van campagnes voor de hulp aan mensen die lijden aan oorlog, pest en hongersnood. Dit werk ging door tot bijna het einde van het leven. Gedurende deze tijd slaagde Sint Vincentius erin de door oorlog verscheurde provincie Lorraine te voorzien van hulp voor een bedrag van meer dan $60 miljoen. Hij verzamelde aanvankelijk geld van de Dames van Liefde en kreeg uiteindelijk bedragen van de hoogste autoriteiten. Koning Lodewijk XIII schonk een geschenk van $1.800.000. Gedurende deze periode, Vincent ontmoette Sint Vincent wekelijks de Dame van Liefde. Hij ontmoette twee keer per week de Dochters van Liefde en de Congregatie van de Missie. Hij organiseerde Broederschappen van Liefde in heel Frankrijk.
Hij verbond deze groepen echt sterk. Sint Vincent liet maandelijks een mededeling publiceren waarin hij de verschrikkingen van de oorlog beschrijft en financiële hulp zocht voor de takken van zijn familie. Een van de Sint Vincent assistenten, broeder Mathieu Reignard, maakte 53 reizen, stak vijandelijke linies in vermomming over, bracht geld van Sint Vincent over voor de hulp aan hen die in oorlogsgebieden vertoeven. Op elk van zijn reizen bracht hij naar schatting $1 miljoen aan hulp over. Op zijn terugreis bracht hij vaak talloze mensen met zich mee die hij in nare omstandigheden had gevonden. Een andere, Sint Vincent's broeder, want Sint Vincent schreef naar broeder John Paré gedurende de laatste 4 jaar van zijn leven. En hij drong hem aan om naar de steden te gaan van de oorlogsgebieden, er op te bouwen van de dochters en de dames van liefde en door te gaan met het opzetten van broedergemeenschappen van liefde. Het was een buitengewone samenwerking gedurende de laatste 4 jaar van zijn leven en het is niet dikwijls nog ongewoon gebleven. In het leven van Sint Vincent werd zijn familie internationaal en verspreidde zich naar Italië, Polen, Engeland, Ierland, de Hebrideneilanden, Algerije en Madagaskar. In de jaren na de dood van Sint Vincent groeide de familie langzaam maar gestaag. In 1699 verspreidden ze zich naar China. Geleidelijk aan ontstonden in de jaren 1700 andere gemeenschappen van vrouwen, geïnspireerd door de regel van de dochters. Zo, deze revolutionaire beweging was over de hele wereld gespreid met hospitalen, scholen, wedenhuizen enzovoort. Het was absoluut ongelooflijk. Dus dat is de start-up, het begin. Dan een middenperiode, een interventieperiode gebeurde. Gedurende de Franse Revolutie, de Vincentiaanse familie ondergond een verspreiding, een uit elkaar trekking en aan een sterke daling in het aantal. Na de revolutie begon het verbazingwekkend te groeien. Na de visioenen van Catherine Labouret over de Heilige Maagd Maria in 1830 werd de wonderbaarlijke medaillegenootschap geboren en het groeide uit tot honderdduizenden leden wereldwijd. De kinderen van Maria werden uit dezelfde verschijningen geboren. Vandaag als de Vincentiaanse Maria-jeugd. In 1633 samenwerkend met de Zusters van Liefde. De genootschap van Sint Vincent de Paul werd in 1633 gebouwd, die zich snel over de hele wereld verspreidde. Hun lidmaatschap heeft nu meer dan 750.000 in 156 landen. In dezezelfde periode, soms als gevolg van de verspreiding door de Franse Revolutie, ontstonden een dochter van liefde richten. 97 oprichters pasten de regels van de dochters van liefde toe toen ze hun nieuwe congregaties begonnen. Inclusief de gemeenschappen die we nu de Zusters van Liefde Federatie in de Verenigde Staten noemen.
en veel van de gemeenschappen in de Vincentiaanse Federatie van Zusters van Liefde in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Een krachtige zendingskracht bracht de Vincentiaanse familie naar de Verenigde Staten, Midden- en Zuid-Amerika, naar Afrika en Azië, op het einde van de Franse Revolutie. Maar de opmerkelijke groei van de familie en de snelle verspreiding ervan over de hele wereld leiden ook tot een afnemend familiegevoel en samenwerking. De neiging in grote groepen is om hun autonomie te benadrukken en een gevoel van samenwerking te verliezen. Dat is niet bewust gebeurd, maar gewoon drupje na drupje gebeurt. Het is gebeurd. Dus we hebben de beginperiode en de tussenperiode. En nu kijken we naar een opgewekt bewustzijn, een nieuwe consciousness. In 1994, tijdens een bezoek aan Mexico, viel me het op hoe levendig de Vincentiaanse familie daar was. Aan het begin van het bezoek hadden we een openluchtmis op het seminarie van de congregatie van de missie in Mexico-stad. Ongeveer 1000 mensen kwamen. Vincentiaanse priesters en broers, dochters van liefde, AIC, leden van de genootschap van Sint Vincent de Paul, de wonderbare medaillegenootschap en onze Vincentiaanse Maria Jeugd. De menigte was groot en enthousiast om samen te zijn. Het was een elektrisch ogenblik. Een paar dagen later hadden we een grote bijeenkomst in het provinciaal huis van de Dochters van Liefde. Dezelfde groepen waren weer aanwezig, plus een paar andere takken van de Vincentiaanse familie die ik niet kende. Ik wist niet dat ze bestonden. Een andere dag reizen we naar de basilica van onze lieve vrouw van Guadalupe. Men had mij verteld dat het een kleine groep zich daar zou verzamelen voor de mis. Maar de crowd was actually groot. De menigte was heel groot. Ik kon er niet achter hoeveel leden van de Vincentiaanse familie er waren. Zo, als het bezoek van Mexico afliep, begon ik na te denken over de vitaliteit van de Vincentiaanse familie in Mexico en hoe goed zijn vestingen samenwerkten. Ik vroeg mezelf af, zou het niet overal zo kunnen zijn? Ik dacht aan een praktische gedachte. Ik vroeg me af. De algemene overste van de congregatie van de missie en de moeder-generaal van de Dochters van Liefde ontmoeten elkaar vaak. Maar voor zover ik weet, komen de oversten van alle belangrijke afdelingen van de Vincentiaanse familie nooit samen. Never, nooit. Zouden ze daartoe bereid zijn? Vroeg ik me af. Als een enorme grote familie zouden wij enorm veel goed kunnen doen als we nauw met elkaar samenwerken. Dus toen ik terugkeerde naar Rome, besloot ik de overste van de belangrijkste afdelingen van de familie uit te nodigen voor een bijeenkomst in Parijs. Ik realiseerde me dat de deelname noodzakelijkerwijs vrijwillig zou zijn, omdat de meeste takken hun eigen volledig onafhankelijke juridische structuur hebben. Met andere woorden, er bestond geen formele juridische entiteit genaamd de Vincentiaanse familie. Om te beginnen stuurde ik uitnodigingen naar de moeder-generaal van de Dochters van Liefde,
de internationale voorzitter van de AIC, Patricia Palacios de Nava, en de internationale voorzitter van de Genootschap van Sint-Vincent de Paul, César Augusto Núñez Viana. Iedereen accepteerde het. Op de 3 juni 1959 kwamen we voor het eerst bijeen in Parijs. Elke deelnemer bracht een metgezel mee, mogelijk voor de veiligheid. Iedereen leek geïnteresseerd, maar voorzichtig. Omdat elke tak zorgvuldig zijn eigen autonomie bewaakte. Het doel van die bijeenkomst was als volgt geformuleerd. Zoeken naar middelen waarmee we met behoud van de specifieke identiteit van de elke tak wereldwijd effectiever met elkaar kunnen samenwerken om de armen beter te dienen. Ik dacht hier net op deze morgen gedurende audiëntie. De vier die samengekomen waren, hadden een private audiëntie met de paus. Hij vroeg ons in de beginning: was er een reden waarom wij hem zouden bezoeken? Was er een probleem? Wij hebben gezegd: nee, wij zijn alleen maar gekomen om u ervan te verzekeren dat de Vincentiaanse familie wil collaboreren, wil samenwerken. En dan zegde de paus: mijn vader was ook een lid van de Vincentie de Paul. Er waren 5 conclusies van de bijeenkomst op de 3 juni 1995. Deze waren: ten eerste, de overste van de 4 takken komen regelmatig, tenminste 1 keer per jaar, bijeen in Parijs. Ze zullen geleidelijk andere takken van de Vincentiaanse familie uitnodigen om deel te nemen aan deze jaarlijkse bijeenkomst. Ten tweede, zij zullen vertegenwoordigers van andere takken uitnodigen om tijdens hun algemene vergaderingen en tijdens vergaderingen op internationaal niveau het woord te voeren. Ik ben in feite uitgenodigd om op vele vergaderingen. En ik ben veel dikwijls uitgenodigd en ik weet niet hoeveel dat nu nog gebeurt. Ten derde, ze zullen jaarlijkse gebeddag voor de wereldwijde Vincentiaanse familie aankondigen of op of rond de 27 september met een thema teksten of voornemen om over te bidden. Vier, ze zullen manieren bespreken om samen op noodsituaties over de hele wereld te reageren. Wij doen dat op een besprekende manier. Haiti, Rwanda, we kunnen het misschien. We hebben beantwoord op noodsituaties. Misschien kunnen we het beter doen. Zij zullen bij bezoeken aan verschillende landen Vincentiaanse familiedagen aanmoedigen om de onderlinge samenwerking en wederzijdse kennis tussen de verschillende takken te stimuleren. Ik ben zeker dat de overste en de leiders van de congregaties niet alleen samenkomen met hun eigen groep, maar ook met mensen van de andere branches. Het is echt aanmoedigend en hoopgevend dat die eerste vergaderingen toch zoveel vrucht hebben gegeven. Interessant en volledige onafhankelijkheid. Kort voor onze eerste ontmoeting in Parijs publiceerde zuster Betty
en McNeil een werk getiteld The Vincentian Family Stamboom. En dit boek gaf waardevolle informatie over de vele takken waaruit onze familie bestaat. Haar studie vertelt ons dat sinds 1617 ongeveer 304 instituten, dus congregaties, groepen en verenigingen, zijn geboren in wat we tegenwoordig de Vincentiaanse familie noemen. Vele daarvan bestaan niet meer. Vader Thomas heeft ons statistieken en nummers gegeven over diegenen die nog bestaan. Alhoewel, het waar is dat sommige niet meer bestaan, maar vele zijn nog steeds actief met ongeveer 2 miljoen leden. Verspreid over meer dan 165 landen. En wij zijn in levend contact met meer dan 130 van die takken. Om het toch van te beschrijven, de Vincentiaanse familie is een losse, vrijwillige internationale organisatie van religieuze instituten, verenigingen en groepen die het charisma van Sint Vincentius volgen in dienst van de armen. Zuster Betty Ann gebruikte criteria om te bepalen welke groepen tot deze Vincentiaanse familie behoren. Zij zegde: The groups were first founded by, opgericht door Sint Vincent himself. De associatie van zusters van liefde, AIC, de dochters van liefde, de CM, de dochters en dames van liefde. 2. Deze die werden opgericht door degene die Sint Vincentius inspireerde. 79 founders hebben de regel van Sint Vincent gebruikt en die zijn dus geïnspireerd geweest door Vincent. 3. Dat zij volgden of nam de regels van Sint Vincentius aan. Vele leken organisaties in hedendaags hebben regels die echt daarop trekken. Vincent heeft elke regel individueel geschreven en die paste aan plaats aan voor het werk dat er gebeurde. En dus vele organisaties hebben die regel aangenomen. En 4. Dat die organisatie Sint Vincent beschouwde als de patroonheilige van de gemeenschap of van hun werk voor de verlatenen. Dat zijn de 4 criteria die zuster Betty McNeil heeft vastgelegd. Ik ben bijna op het einde van de geschiedenis. Ik ga nog een woord zeggen over het ontwikkelen van het bewustzijn van een wereldwijde Vincentiaanse familie te zijn. In de 25 jaar sinds het bezoek in Mexico heeft de deelname aan de wereldwijdse Vincentiale familie zich aanzienlijk ontwikkeld. Er zijn nu structuren, Vincentiaanse familiestructuren. Die zijn deze morgen beschreven. Er is een internationaal executief beleid dat periodisch vergadert. Er is ook een comité, een uitvoerend comité, dat beslissingen kan nemen in noodtoestanden. Ik ga even wachten hier. Ik ga even wachten. Ik heb wat er al gebeurd is beschreven. Maar onze vergadering hier en nu
is om te spreken over de toekomst. Dus even terugzitten, achteruit zitten in uw zetel voor 2 minuten en zoveel seconden. Er gaat een lied spelen en schrijven op een stukje papier 3 van uw eigen dromen voor de Vincentiaanse familie in de komende jaren. En daarna zal ik heel, heel vlug mijn eigen 10 punten meedelen. Dus zit even rustig, achteruit, leun achteruit en schrijf op wat jij wilt voor de toekomst. 3 punten. Don't hear our music. Let's see. This is a song from the film Mission. You may recognize it. The past is. Het verleden is altijd het voorgebeuren van de toekomst. Ik stel voor dat de geschiedenis van St. Vincent's gedurfde voorzichtigheid in ons een droom van samenwerking zou moeten inspireren. Paus Francis in zijn homilie met de Amazon Synode zegde dit. Paulus plaatste voorzichtigheid tegenover oppositie en verlegenheid. Voorzichtigheid is geen beluidloosheid. Het is geen defensieve houding. Het is de deugd van een pastorale leider die om met